RKVV TV wordt mede mogelijk gemaakt door Wijnclub de Liberté. Goedemiddag dames en heren, ja, we zijn er deze keer bij Argon, de uitclub nummer 2. En die gaan we beoordelen. En natuurlijk moeten we eerst naar binnen. We hebben Sander bij ons, Sander komt erbij van vorige week. Vorige week, 2 weken geleden. En die gaat er zorgen dat wij gratis naar binnen kunnen natuurlijk. Let op! Ja. Nou, we zijn even in de kleedkamer van de gasten hier bij Argon, dat is natuurlijk RKV. Nou, je ziet het, hier een kleine ruimte. Dan draaien we om, dan zien we hier de douches. Nou, het ziet er allemaal een beetje oud uit, maar het is wel netjes verzorgd. De ruimte zal hier nog een extra kleedkamertje. Dus er wordt voor ons jongens goed gezorgd hier bij Argon. Dat zit wel redelijk in orde. Kan wel wat duurder, maar hier zijn we content mee. Ja, we zijn hier de prijzen. 6 euro voor volwassenen, 4 euro voor kinderen 12. En kinderen onder de 12? Mevrouw, kinderen onder de 12, mag je niet gratis binnen? Nee, ook niet. Je mag wel dubbel betalen. Wij zijn van RKVV TV, hè? Wij kunnen de club maken en breken. We doen een grote clubtest. En we mogen niet eens gratis naar binnen. Nee, belachelijk. Dames en heren, dat zijn minpunten. We zijn er binnen, natuurlijk al de eerste opdoen is gescoord, want dat is de prijs veel te hoog. En we mogen gratis binnen. We hadden het boekje hier zo. Je ziet het, mooi boekje. Spelertjes, alles, kort in voor. Ja, sponsortjes. Redelijk, redelijk. Kom er maar door. We gaan nou lekker een wedstrijdje kijken en tot later. Ik denk dat we gaan daar nog overheen. Kom op, doen. Kijk dat we eraf achter dek langs weg. Ja! Na 65 minuten scoort RKAVV uit de penalty. En de doelpuntenmaker is Tony van der Dessen. Hey, kom op jongens! Benny Steffens, keeper van de B1. Je hebt net een broodje bal gehaald hier. Ja. Hoe was die? Ja, niet zo lekker als bij RKAVV. Nee, maar wat zou je de cijfer geven? 7. Een zeventje? Best netjes dus. Ja wel. Ja? Ja. Het is een aanradertje. Ja wel. Een zeventje dames en heren voor het broodje bal. De wedstrijd is gespeeld. We hebben eigenlijk de 3 puntjes. Verdiend. Dat misschien niet, maar ze waren wel erg lekker. Maar natuurlijk hebben we natuurlijk even de entourage alles bekeken. De accommodatie hebben we bekeken. De enter hebben we bekeken. Vergeet nog wat? Volgens mij wel. Keuken. Kom er zo allemaal op. We beginnen bij de entree. Dat was echt drama. Dat was echt een drama. 6 euro voor ons volwassenen. En we mochten niet eens gratis naar binnen als RKV TV. En we kregen nog een grote mond toe ook. Een 4. Hierbovenin komt er staan, een 4. Dan gaan we door naar de accommodatie. Nou, dat ziet er redelijk uit. Beetje oud. Dus binnenkant twee kamertjes redelijk verzorgd. Ik denk een net sessie. Is dat een goed ding? Een net zesje. De entourage. Ja, leuk publiek hier. Het is een zeer fanatiek. Heel fanatiek publiek. Vooral toch wat oudere soort publiek. Maar ze waren erg achter Argon. En ze hebben hun club gesteund. Helaas net niet voldoende. Maar ik denk toch wel een 8,5. Ja. Een 8,5 voor de entourage. Want hier ergens komt het weer in beeld te staan. Dan gaan we over de keuken en de kantine. De kantine, de keuken. Nou, we hebben net een broodje bal van Steffens, die was een zeventje. Voor de rest was het een matige kaart, gewoon een standaard kaartje. Dus we zeggen 6,5 voor het eten. Naar de bier. Zeg maar, ja. Sander. Hij was duurder dan bij Leonidas. Daar heb ik er een 6 voor gegeven. Hij smaakt prima overigens. Dus dat werd een 5,5. Een 5,5. Nou, 6,5, 5,5. Nou, snel gerekend wordt het volgens mij een zesje. Ja. Ja, dat is heel snel gerekend. Maar eigenlijk wel dat we voor Leonidas gegeven. Zeg? Dat weet ik voor. Nou ja, dus, in ieder geval. Hier komt de samenvatting en dan komt hieronder het streepje komt de totaaltelling. En dat is voor Argon. Ik denk een net aan voldoende, gok ik zo. Over 2 weken naar Alvense Boys. Nou, die gaan niet voldoende scoren, weet ik nou op. En volgende week DHC natuurlijk. Oh ja. Weer een 10. Tot over 2 weken.
dames en heren, u hebt vorige week een nieuwe rubriek gezien en er is weer een nieuwe rubriek en dat is de vraag aan. En wat houdt dat in? Ik ga het u even kort uitleggen. Heeft u een vraag aan de selectiespeler, aan iemand van het bestuur, aan het keukenpersoneel, aan een speler in de E8, aan een speler in de A1? Maakt niet uit, stuur het naar onderstaande adres, dat komt hier te staan, dat weet ik zeker. En dan gaan wij ervoor zorgen dat de vraag beantwoord wordt. Dus stuur naar dit onderstaande adres uw vraag en wij gaan zorgen dat die beantwoord wordt.